Halo sahabat dimanapun kalian berada, hari ini menyongsong hari raya Natal, kami membagikan paket Natal untuk orang-orang miskin. Sebagai tanda kasih dan juga sebagai tanda bakti kami kepada mereka, semoga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang juga kami rasakan dalam kesempatan menjelang hari raya Natal. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen. The Gnade von Jesus Christus, the Liebe von Gott, and the Gemeinschaft von der Heiligen Geist, sei mit dir allen. Amen. Lass uns beten. Liebe Gott, von der Sein, bedankbar von Wege der Liebe von Jesus Christus, dass wir in guter Gesundheit und Welgestellt können werden. Mogen uw heilige kerk in de parochie van Sint-Josef steeds meer een teken van verkondiging en getuigenis worden. Dus zeggen ik mijn broer en zuster met overvloedige gezegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Thank you.
doing in-note. The names acted out. Was doing a message in-note thing. And it is also the soon, 40 years before. That were basic thing on mental gestoon. We have a mental gestoon, a matras te kopen, arme mensen, schutting gemaakt, de mensen, kinderen geholpen met uniform voor de school. En zo zijn we begonnen omdat we hadden gezien dat het een beetje vervelend was. Als die mensen elke keer bij pater kwamen aankloppen, toen had je pater van Kempen. En dames van de kerk hebben het gezien, toen zijn ze op het idee gekomen van, zou het niet goed zijn dat we beginnen met boomkopserie en dat we dan de mensen, zodat ze pater met rust, een beetje met rust konden laten. En zo zijn we begonnen met boomkopserie, verkoop, snoeppauzes van de scholen. De zaterdags gingen we naar de markt op de hoeken, eten verkopen en met dat geld, dan konden we spullen voor de armen kopen. Want de Bijbel zegt dat Jezus zegt, we moeten mensen in nood helpen, we moeten onze medemens helpen. En van daaruit werken wij. En we doen het al jaren, nu heb je maar drie mensen van het bestuur. Je hebt twee rustende zusters, Peter Edward en Kajupa. Die zijn er nog maar, door ziekte. Ik ben mijn persoon als voorzitter, mevrouw Lieveld als secretaris en mevrouw Garcia als penningmeester. Waarom Stino? We maken elk jaar 160 pakketten voor de minder verdeelde in onze gemeenschap. En we komen aan sponsoring van verschillende bedrijven. Anderen die een geldbedrag geven wat we niet hebben in onze pakket. Daarmee kopen we dan met dat geld de spullen om zo een mooi pakket te maken. We spullen niet alleen van mensen uit Nickerie, Paramaribo, Nederland. We krijgen van verschillende mensen. Ja. En daarmee kunnen we dan een goed gevuld pakket voor de mensen maken. We zijn dankbaar aan de bedrijven die ons alle steun geven, zodat wij die pakketten kunnen maken. De namen heb ik u al genoemd. En ik ben één vergeten, NUB, NUB, want die heeft een mooi pakket gesponsord. En daarom, als we bidden, bidden we ook altijd voor de mensen, dat wat ze kranten geven, zodat ze ook succes mogen hebben met hun bedrijven, de mensen die ons elk jaar steunen. We vragen de mensen ook om ze in een gebed te nemen. Ik ben dankbaar aan de kerk. Dat hij ons de kracht geeft om het elk jaar opnieuw te doen. Natuurlijk met medewerking van de mensen die ons steunen, die ons graven. Maar zonder de goddelijke steun waren we niet.